Een van de dragende spelers van het Willem II uit de jaren 90 is zonder enige twijfel Tomáš Galásek. De Tsjechische middenvelder speelde 4 seizoenen in Tilburg en was afgelopen week weer even terug in Brabant als onderdeel van een trainerscursus in eigen land. Ja, met mij gaat tot nu toe heel goed. Ik denk dat ik nu bezig ben om af te bouwen als voetballer. Af en toe speel ik nog 5e Liga in Duitsland, waar we met familie gebleven zijn. En hier heb ik al een tijdje voortijdig met Henry van der Vecht een stage geregeld. Dus het was mooi om hier voor Willem II een stage voor te kiezen. En dat is weer leuk om hier te zijn en oude bekenden zien. We voelen toch hier zo'n beetje thuis als familie. We hebben met z'n allen naar Tilburg gekomen. Met familie, maar ik ben niet op vakantie. Ik ben als een beetje leuk werk te doen en wat trainingen zien. Misschien nog wat van jou kunnen bekijken hoe ze hier bij Willem II alles in elkaar hebben. Ja, ik kijk altijd terug dat wij leuke tijd hier hebben gehad. En ja, herinneringen zijn altijd nog heel mooi. Galásek speelde van 1996 tot 2000 voor de Tricolores en maakte dus de succesperiode onder Co Adriaanse mee, met Champions League als hoogtepunt. Een succesvolle periode, en dat is ook altijd voor die oudspelers wat niet leuk, maar als het nu momenteel niet zo goed loopt, maar kun je altijd herinneren dat in mijn tijd wat leuke tijd gehad had. Na zijn periode bij Willem II vertrok Galásek naar Ajax. Ook bij die club liep de Tsjech onlangs een weekje mee. De laatste keer was ik nog kijken Willem II Ajax. Dat was ik weer een periode in april weekje bij Ajax stage om te kijken hoe ze daar doen. Ik vind het leuk als ik meeste clubs nog de deuren openstaan. En het is heel leuk om weer ergens kunnen... Oude bekenden bezoeken en ontmoeten. Ja, ik heb ook het laatste jaar gevolgd en was ik heel bang als niemand helpt Willem II dat geen club meer bestaat. En dat had mij een beetje angstig gemaakt. En daar wilde ik zo bijstandje dragen en wat ook shit voor geven. En, ik ben heel blij dat die club nog bestaat en dat hier voetbal gespeeld wordt. Kun je in deze week nog iets betekenen voor het team? Ik denk dat ik niet ga deze week meer omkleden of dat John kan op mij in een weekend rekenen. Dat zou moeilijk worden. Dat heb ik gezegd dat ik zou eerst fit moeten worden, 5 kilo onder en dan kunnen we wel kijken. Maar ik denk, wat kan ik betekenen? Nee, denk ik dat zou ik niet veel kunnen helpen. In februari 2012 hoopt Galásek te slagen voor zijn trainerscursus. Wist je dat alle wedstrijden van Willem II live te zien zijn via tricolores.tv? Ga dus snel naar de website, klik op live en koop alvast je eenmalige kijkcode. Of maak gebruik van het voordelige online maandabonnement.